welkom bij dit webinar. Ik ben Ruben Prins, ik ben Senior Solution Engineer bij Malsan Systems voor de Benelux regio. En ik neem jullie de komende 30 minuten dus mee in het nieuwe product. Nou, belangrijk om te weten, X-Protect Rapid Review is een product wat je als add-on product moet aanschaffen. Dus je hebt je basis VMS en daarbovenop schaf je dus Rapid Review aan. En dat is echt een analytics die bedoeld is voor forensic analytics. Dit is echt bedoeld om achteraf beelden terug te kunnen gaan zoeken, te gaan filteren en heel gemakkelijk bepaalde personen of objecten of bepaalde gedragingen te kunnen vinden. Het is gebruiksvriendelijk. Het is naadloos geïntegreerd natuurlijk in X-Protect. En dit heeft echt als doel het stukje videoanalyse achteraf. En dat zal je zo meteen nog meer zien. Het is anders dan dat je traditionele analytics kent. Die alarmen geven. Dit is echt een tool die gebruikt wordt. Die wordt toegepast voor forensische analyse. Nou, ik zei het al, X-Protect Rapid Review is een add-on product. Het is geïntegreerd in de X-Protect Smart Client. En het zorgt ervoor dat je case management kan creëren. Dus wat je doet, dat zal je straks ook zien in de demo, is stel je voor je hebt de afgelopen 12 uur is een incident geweest. Of een bepaald soort voertuig, een bepaald persoon die je wil traceren. Dan pak je dus die 12 uur video, die doe je in de case, die gaat analyseren. En op basis daarvan komen je resultaten eruit. Nou, dit is natuurlijk werkt voor cross-camera's, dus over alle camera's die je aansluit op X-Protect. En het is juist het doel om te kunnen analyseren, te zoeken en te filteren om zo gericht mogelijk te kunnen gaan zoeken naar hetgene wat jij zoekt. De oplossing is mede mogelijk gemaakt door Briefcam. Zeker door hun Synopsis manier. Ik zal er zo meteen nog wat over toelichten. Maar daarmee kun je eigenlijk videobeelden wat je normaliter uren moet afspelen, kan je eigenlijk allemaal direct in dezelfde view laten zien. Dat is dus een unieke manier van videopresentatie. En dat zal je zo meteen zelf ook zien. Nou, een aantal functionaliteiten die dus in X-Protect zitten. Ja, het staat onderin, we ondersteunen 29 attributen. Maar als we gaan kijken naar de functionaliteiten die Rapid Review met zich meebrengt, is dus het stukje case management, video synopsis die ik je straks zal laten zien, het zoeken over meerdere camera's, eventuele face recognition, die kun je dus ook aan of uitzetten, license plate recognition. Anders dan wat je gewend bent met onze LPR, is dit juist op basis van intelligentie, waardoor je dus niet per se het optimale videobeeld hoeft te hebben voor de analyse. Appearance similarity, gezichtsmaskerdetectie, enzovoort, line crossing, visual layers, en we kunnen natuurlijk filteringen toepassen. Dus het is best wel een uitgebreid pakket. Dat zal je zometeen ook zien, de mogelijkheden voor echt een filtering en specificaties zijn echt best wel groot. Nou, ik zei het al, case management is een belangrijk onderdeel. Je geeft dus in het begin aan welke camera's je hoeveel uur wilt toevoegen in de case. Nou, op basis daarvan gaat er ook video worden geanalyseerd. Op basis van dus de video's die je selecteert. Dat wordt toegevoegd in de case en daar kan je alles in terugvinden. Dat zie je zo meteen terug. Ja, verspreid over meerdere camera's. Hè, dus het hoeft niet per se altijd dezelfde camera te zijn. Het kunnen ook camera's zijn die nog nooit met elkaar geassocieerd zijn. Wel in X-Protect zitten. Face recognition. Ook belangrijk, je kan hem natuurlijk ook uitzetten als je dat niet wil.
License plate recognition. En ja, dat is juist bedoeld voor situaties, ja, waar kentekens niet zo ja, traditioneel worden weergegeven als echt geschikt voor een LPR-camera bijvoorbeeld. Dus een overzichtscamera die ook kentekens kan lezen. Daar kan je hier veel meer mee bereiken dan wat je met een gewone LPR-camera zou kunnen. Nou, apparential similarity. Face marks detection is natuurlijk een hot item deze dagen. Ook dat kun je natuurlijk weer zoeken, identificeren en ook weer over verschillende videobeelden zoeken. Line crossing, visual layers, dat komt zometeen allemaal aan bod. Dan kan je dus zien hoe bepaalde heatmaps werken, dwell times, richtingen, bepaalde bewegingsrichtingen. Die kunnen we zometeen allemaal laten zien. En ook alles is gebaseerd dus op een bepaalde tolerantie voor filtering. Hè, dus als jij een hoge tolerantie toelaat, dan zal je meer resultaten krijgen dan dat je een heel strikt zet. Dan weet je zeker dat wat je selecteert ook echt alleen maar voorkomt. En die tolerantie kun je zelf instellen. Nou, alle soorten filters gaan we zometeen zelf langs. Natuurlijk, het sorteren van video is mogelijk. En ja, zoals je ziet, een aantal details van die filteringen die je kan toepassen. Ja, die zijn echt enorm. Het klassificeren op bepaalde voertuigen, op dieren, mannen, vrouwen, kinderen. Voertuigen, vrachtwagens, ja, noem het maar op. Maar hetzelfde geldt voor de attributen, dus bijvoorbeeld lange mouwen, korte mouwen, een hoed, geen hoed, een rugzak, geen rugzak, bepaalde kleuren. En die filteringen die gaan echt door. Het geeft echt een unieke ja, forensische opsporingstool om je video snel te kunnen analyseren. Nou, ik had dat net al even gezegd, video synopsis. Wat dat nou precies is. Je bent natuurlijk gewend om video te bekijken in de, ja, de eigenlijk de traditionele manier, zoals dat je die hierboven ziet. Ja, dus je ziet je video wordt afgespeeld zoals dat je die gewend bent. Maar juist met video synopsis kunnen we er dus voor zorgen dat je eigenlijk al die videobeelden, als je meewerkt, ja, al die videobeelden dus tegelijk ziet. Dus je ziet direct alle objecten door elkaar heen. En je kan dus heel gericht, makkelijk zoeken naar een bepaald persoon. Je hoeft dus niet uren van beelden terug te zoeken om te zoeken naar iemand met dat zwarte t-shirt bijvoorbeeld. Dat zien we zo ook in de demo, maar dat geeft een unieke manier en een unieke manier van opsporing voor videobeelden. Nou, laten we gaan kijken naar de demo. Ik heb een aantal cases al aangemaakt. Dus laten we er een aantal doorlopen. Nou, dit is bijvoorbeeld een case van een rotonde. Je ziet bovenin in het groen dus 2105 klassificaties die er gedaan zijn. Dus 2105 objecten die er geclassificeerd zijn. En als we dus op de play-button drukken, dan gaan we dus naar het stukje synopsis. Dus dit zag je dus net ook in de vorige video. He, je ziet al die objecten, zie je dus tegelijk over dat beeld heen bewegen. Je kan het beeld dus stopzetten, eventueel klikken op een bepaald object wat je dus interessant vindt. Dus nou, laten we zeggen, we willen deze auto gaan volgen. En dan laat hij dus in die synopsis, laat hij dus zien. Dit is het voertuig die voorbij kwam met een blauw vierkantje, zodat je het object echt kan trekken. Natuurlijk kan je ook zorgen dat de afspeelsnelheid versneld wordt, zodat je het nog sneller zou kunnen analyseren. Nou, andere opties, visual layer, ik had dat net al even genoemd. Daar kun je bijvoorbeeld activities zien. In dit geval dus de heatmap, waarbij donkerrood veel beweging is geweest. En ja, wat meer neigt naar het blauw, heeft het minste aantal beweging gehad. Ja, dus dan kun je gemakkelijk zien waar de meeste drukte is geweest. Nou, je kan dat dus ook klassificeren. Dus laten we zeggen, we willen dat klassificeren alleen op mensen. Waar hebben mensen zich begeven? Nou, dan zie je toch wel dat ze het meest links onderaan het beeld zijn en dat ze ook bij de rotonde op de stoep hebben gelopen.
Dus dat geeft een mooi snel overzicht. En je ziet dat het hè, dus een bepaald video-element voor veel meer dingen van toepassing kan zijn. Nou, gaan we bijvoorbeeld zoeken op een motor. We hadden 2105 classificaties. Nu hebben we er nog maar 11. Stel je voor, we willen dus die specifieke motor hebben. De specifieke motor die deze richting op is gegaan. Dan kunnen we dat instellen. En van al die resultaten krijgen we dus nu nog maar één resultaat terug. Hè, dus voor forensische opsporing is dit echt een ultieme tool. Om direct te zien, er was een motor, die is die richting opgegaan. In plaats van uren terug te zoeken naar dat videobeeld, kan je dus direct, direct dat stukje video vinden in enkele seconden. En eventueel kun je het ook uitzoomen op een groter beeld, waardoor je dus het volledige overzicht ziet en het volledige originele videobeeld. Nou, ook dit kunnen we dan weer nog een keertje vergroten. Hè? Dus we kunnen zeggen van, nou, ik vond dat interessant, maar ik wil eigenlijk weten welke richting die op is gegaan bijvoorbeeld. Wat is er bijvoorbeeld het pad dat object heeft afgelegd? Nou, we selecteren dan dus pad. En dan gaat hij het pad weergeven wat in dit geval de motor heeft gereden. Je kan natuurlijk ook aanzetten voor alle objecten. Dan krijg je dus alle objecten te zien. Alle richtingen die er zijn geweest die objecten gedaan hebben. Nou, je ziet er dus al een klein stukje video wat je dus voor allerlei toepassingen kan inzetten. Zijn er veel meer filteringsmogelijkheden mogelijk voor zo'n scène? Hè? De grootte, de snelheid, of in dit geval, ik wil filteren op basis van vrachtwagens bijvoorbeeld. Dan krijg je alle vrachtwagens in één overzicht. Je kan eventueel ook nog de richting wijzigen waar bijvoorbeeld de vrachtwagen heen gegaan is. En dat ja, kan je dus ook weer helemaal terugbrengen naar echt minimale resultaten. Als we naar een andere case gaan, bijvoorbeeld een drukke straat. Nou, je ziet hierbovenin ook weer in het groen 244 objecten die geclassificeerd zijn. Je ziet wel dat je bijvoorbeeld sommige delen van het persoon niet ziet. Dat komt omdat er op dat moment iets voor het beeld heeft gestaan, dus echt voor het objectief. Dus dat kan de Analytics natuurlijk niet invullen. Ook hier kan je dus weer onderscheid gaan maken. We hebben dus bijvoorbeeld 244 personen in dit geval geclassificeerd. We kunnen dan bijvoorbeeld aangeven: ik wil alle personen zien die een masker op hebben gehad. Nou, dan ga je dus eigenlijk heel snel terug van die 244 resultaten naar 26. En dan zie je dus ook weer in die synopsisoverzicht, dus direct aantal personen die een masker op heeft gehad. Je kan dat dus bijvoorbeeld ook nog op eventuele kleur doen. En dan kan je ook nog kiezen, is dat een schaduwkleur of is dat kleur van een bepaald kledingstuk, zoals dat je dat hier ziet. Ja, dat zie je dus, hè, de coverage, die kan je op medium zetten. Je zou het ook bijvoorbeeld eventueel op schaduw kunnen instellen. En je kan hem natuurlijk zelf zo strikt of zo soepel mogelijk instellen, waardoor je af en toe te veel resultaten hebt, of iets te weinig of heel strikt zet. Nou, als we dan eens gaan terugkijken, we hebben nog een case als voorbeeld. Een normale drukke straat met allerlei type objecten. Dus in dit geval personen. Ik zie een bus, een bestelbusje, verschillende voertuigen. Ook daar weer kunnen we hele goede filteringen op toepassen. Bijvoorbeeld in dit geval op basis van snelheid. We willen bijvoorbeeld zien wie er het snelst gereden heeft in de straat. Je ziet aan de rechterkant, zie je dus, nou, er heeft een voertuig rond de 44 km per uur gereden. Welk voertuig is dat dan? En dan zie je dus boven in het beeld een gele auto die van rechts naar links ging. Met de hoogste snelheid in deze video. Nou, dat soort voorbeelden kunnen er dus zijn voor echt het publiek domein. Dus buiten. Maar er zijn natuurlijk ook zat voorbeelden waar je dit binnen voor zou kunnen gebruiken. Laten we eens kijken naar de volgende case. Dit is dus bijvoorbeeld een winkel. In dit geval is het echt een schoenenwinkel. Waar je dus eigenlijk ook Rapid Review prima zou kunnen toepassen. Je ziet hier dus ook weer hier die synopsis. Dus alle personen die bewegen. En ook hier kan je dus weer eigenlijk geavanceerde techniek toepassen om verbeteringen door te voeren in je business. In dit geval bijvoorbeeld.
Het meest ja, het object wat het meest bewogen heeft in de winkel. Hè, zou je bijvoorbeeld ook kunnen kijken van, nou, welke objecten zijn het meest interessant? En zoals je rechts ook ziet, de meest rechterstoel waar de mannen wachten op de vrouwen, die is ook vaak bezet. Nou, je kan natuurlijk op basis van zo'n stuk video kan je ook een mooie analyse doen op basis van, nou, welke richtingen zijn er bijvoorbeeld geweest? Wellicht interessant voor de eigenaar van de winkel. Hier zie je dus echt de richtingen die bijvoorbeeld vrouwen hebben genomen in de winkel en waar bijvoorbeeld de mannen heen lopen. Nou, ook die analytics kan je dus verwachten in Rapid Review. Hoeft dus niet zozeer alleen maar gerelateerd te zijn aan het publieke domein, maar kan ook prima in dit soort toepassingen. Nou, en zoals je ziet, de filteringen en de richtingen en de kleur en attributen, je kan dat zo gek niet bedenken waar je de opsporing voor zou willen doen. Mogelijkheden zijn eindeloos en zoals je ook ziet, het is naadloos geïntegreerd in X-Protect. Het speelt zich allemaal af binnen die smart client. En voor de operator is het een gemakkelijke ervaring. Er hoeft niet opnieuw te worden ingelogd. Het is echt één overzicht, één platform, waar je dus al die analytics-functie tot je beschikking hebt. De aanbevelingen, de hardware-aanbevelingen, dan hebben we eigenlijk nu twee modellen aangegeven die goed presteren. Dus je hebt een wat kleinere setup en een medium setup. Het belangrijkste voor deze add-on zijn eigenlijk twee zaken. Eén, het moet een dedicated machine zijn. Het kan dus niet op je bestaande X-Protect installatie. Het moet dus een losstaande server zijn waar je die analyse op gaat doen. Tweede wat belangrijk is natuurlijk de grafische kaart die erin stopt. Al die techniek is dus gebaseerd op een NVIDIA-techniek. En die NVIDIA-kaart is dus echt een heel belangrijk onderdeel in de totaaloplossing. En zoals je ziet, onderin zie je de throughput staan. Dus hè, hoe lang ben je bezig om een stuk video te analyseren? Kies je een small setup, wil het niet zeggen dat dat niet werkt voor een grote installatie. Maar gaat die analyse die hij doet, dat duurt gewoon langer. Dus het is niet zozeer dat het niet gaat werken. Maar je bent gewoon langer bezig met de analyse. Omdat er minder processing power achter die grafische kaart zit, achter die Intel CPU. Ja, gaat dat dus langer duren. Wil dus niet zeggen dat het niet werkt, maar echt, ja, bekijk welke toepassing het meest relevant is. Nou, als we gaan kijken naar de compatibiliteit van de producten op X-Protect, eigenlijk al mooi om te zien dat het werkt al vanaf Express Plus, dus echt het eerste betaalde pakket, kan je X-Protect Rapid Review al integreren. Ook al met oudere versies, dus vanaf 2019 R3 heb je al de mogelijkheid om X-Protect Rapid Review te installeren. Mooie van het product is ook dat je eigenlijk geen basislicentie hoeft aan te schaffen. Er is bijvoorbeeld ook geen onderhoudspakket verplicht. Je betaalt enkel de licentie per camera die je toevoegt aan Rapid Review. Het advies daarin is wel om dit gelijk te houden met het aantal camera's wat je totaal aansluit op het VMS, maar het is geen verplichting. Je bent dus ook heel flexibel. Je hoeft dus geen onderhoudspakket aan te bieden. Je hoeft geen basispakket aan te kopen. Het is dus echt zoals dat je gewend bent met X-Protect. Op basis van die devices kan je dit dus aankopen. Nou, als we kijken wat voor materialen we nog beschikbaar hebben. Voor jullie beschikbaar op de website is natuurlijk een product sheet, een specificatiesheet met alle details van alle filteringen die je kan toepassen.
We hebben bijvoorbeeld ook een salespresentatie. We hebben demo-video's die online staan. Een goede is natuurlijk het stukje e-learning wat belangrijk is. Ook dat kan je vinden op onze website. Hoe ga je naar onder mee met X-Protect Rapid Review? Vind je daar ook allemaal terug. Logo's, visuals, eigenlijk alle zaken die je nodig hebt, die vind je op onze website. Komt zometeen ook nog een QR-code in beeld. En die QR-code kan je gebruiken om direct naar de juiste pagina toe te gaan. Voor zover denk ik in ieder geval de eerste introductie met X-Protect Rapid Review. Wil je meer informatie vinden over X-Protect Rapid Review, zoals filmpjes, brochures of andere zaken die ik daarnet heb laten zien? Scan dan even de QR-code, dan kom je direct op de website terecht en direct de juiste pagina waar je alle informatie over X-Protect Rapid Review kan vinden. Heb je andere vragen of sales-gerelateerde vragen, dan kan je natuurlijk altijd bij mij of bij een van mijn collega's terecht. Aan de linkerkant zie je de collega's die beschikbaar zijn voor de Nederlandse klanten. En aan de rechterzijde zie je de vertegenwoordigers voor de België en Luxemburg. Dus schroom niet, neem gerust contact op als je vragen hebt. En dan helpen we je echt graag verder om verder te kijken naar Rapid Review.